Hij is de beste muzikant van de Nederlandse popscene. Iedereen wil met hem werken en iedereen werkt ook met hem. Golden Earring. Wij zijn natuurlijk echt rock'n'roll. Hij brengt dat frivole erin. Dat hoor je hier ook in. Dat spelerige, zou ik maar zeggen. Grupo Sportivo. Freek de Jonge. Er is leven. Er is leven na de dood. Hij zou in Amerika tot de grote behoren. En de niets. Kan je het eigenlijk wel maken? Het is een beetje zo van. Het is eigenlijk bijna te prachtig. Brein van de legendarische Sixties formatie Super Sister. En hij gaat een nieuwe Super Sister-achtige plaat opnemen met zijn oude strijdmakkers. Zijn naam? Stips. Robert-Jan Stips. Op de synthesizers! Robert-Jan Stips! We hebben Robert-Jan Stips op keyboard synthesizers. Je zal nooit raden wat dit oorspronkelijk is.